blad van een campingtafel of campingkast wordt in een fabriek vaak voorzien van een beschermfolie. Dit om het blad te beschermen tegen krassen of andere beschadigingen tijdens het vervoer. In deze video ga ik laten zien hoe je dit folie er het makkelijkst af kunt halen. Bij ieder merk campingmeubel kan het folie er anders op zitten. En bij het ene merk gaat het er makkelijker af als bij het andere merk. Tegenwoordig hebben veel campingmeubels al een los hoekje in het folie zitten. Vanaf daar kun je makkelijk beginnen. Zit het hoekje er nog niet? Kijk dan of ergens een beginnetje zit of peuter een hoekje los. Trek het folie langzaam los en zorg dat de folie heel blijft. Een groot stuk folie trekt namelijk makkelijker dan kleine gescheurde stukjes. Het folie zit vaak tot onder de afwerkrand en gaat op die plekken wat lastiger los. Trek het folie heel voorzichtig onder de afwerkrand vandaan en zorg ook hier weer dat het folie heel blijft en dat je niet aan kleine stukjes folie hoeft te trekken. Het is dus even een werkje om het folie er netjes af te krijgen. Maar zo heeft je blad geen beschadigingen opgelopen tijdens de verzending. Heb jij nog andere tips om je folie er makkelijk af te krijgen? Deel ze dan hieronder met ons in de reacties. En heb je nog andere vragen? Ga dan naar obelink.nl of kom langs onze winkel. En wil je nog meer video's van ons zien? Hou dan ons YouTube-kanaal in de gaten.